Hoi en welkom bij weer een nieuwe Paper Gang Unboxing. Deze keer voor de maand februari. Ik moet zeggen, ik zag deze doos al voorbij komen in mijn mailbox van wat er ongeveer uit zou komen te zien. En dat sprak me al heel erg aan. Ik hou heel erg van deze aesthetic, sowieso weer een beetje de pasteltinten. De natuurlijke elementen die er allemaal op weergegeven zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dit hebben verwerkt in deze box. In plaats van een boekje zit er weer een soort pamflet bij. En ook deze keer hebben ze weer een blaadje voor origami toegevoegd. They did step up the game. I mean, het is nou helemaal netjes ingepakt met een sticker en al voor de losse items. Maar laten we eerst hier dit inpakpapier maar eens even openvouwen. Alhoewel ik ook vind dat het niet per se als inkpakpapier hoeft. Maar dat je dit ook helemaal netjes strak kan strijken en gewoon in kan lijsten. Het is gewoon een hele mooie print eigenlijk. Nou, laten we deze sticker nog maar eens hier los scheuren van dit papier. Het papier zelf is wel heel stevig. Dus ik denk dat dit wel ook echt puur is ter extra bescherming in de box. We hebben al een paar keer gehad dat dingen een beetje beschadigd aankwamen. Dus laten we hopen dat dit het meeste in ieder geval heeft geholpen. Nou, het allereerste overduidelijke product hier is deze mooie gouden liniaal. Mooi metaal, zitten wel wat kleine krasjes op, maar ja, daar heb je met metaal altijd. Zeker als hij in de la ligt, tenminste in dit huishouden wel. Dus dat is in ieder geval een goeie. En dan hebben we hier een mooie pen. Ook weer met de goudaccenten, dus het zal wel een beetje de basis zijn. Pastel met goud. Even testen. Oeh, yes, een zwarte pen. Oh, dat vind ik echt top. Ik ben heel erg van de zwarte pennen. Ik doe het liefst een zwarte pen gebruiken. Maar om een of andere reden zit in die boxen normaal gesproken altijd een blauwe pen. Dus het feit dat deze nou een keer zwart is, dat is voor mij dikke pluspunten. Oh jee, deze item heeft wel een beetje vastgezeten in een notitieboekje. Dus de eerste paar pagina's zit een klein scheurtje in zo te zien. En laten we eens gaan kijken. Oh, tuurlijk. Een bijpassende gouden schaar. Oh, netjes. Ik vind het echt zo'n mooi, chique schaar die ook een beetje aesthetically pleasing is om in een klein bakje op je bureau te zetten. Zeker in samenwerking met de liniaal en de pen. Mwah. Top combi. En als laatste item hier dit notitieblokje. Deze is overigens echt veel dikker als de eerdere notitieblokjes die we al van Paper Gang hebben gehad. Dus al met al vind ik het echt hele goede items. We hebben dus nou eigenlijk in totaal 5 items binnen gehad. En ik heb op geen enkel iets eigenlijk te zeggen. Dat was weer deze video. Hoop ik voor jullie weer leuk. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan vooral een duimpje omhoog te geven. En tot de volgende keer weer. Doei!